Hallo, welkom. Mijn naam is Juri en welkom bij deze eerste echte aflevering van Kompasverhalen. Deze keer wil ik het hebben over een kompasserie die al een tijdje met mij meeloopt, waar ik al een paar jaar naar kijk en mij op sommige vlakken erg geïnspireerd heeft. Ik zal even een van de intro muziekjes laten horen die in deze serie in al die tijd is gedraaid. Misschien herken je het dan wel. Dat was het intro muziekje voor de langslopende science fiction serie, ooit genaamd Doctor Who. Het is een Britse serie, een serie die ooit begonnen is als een kinderserie. En het is nog steeds een kinderserie, denk ik, maar wel wat publiek is breed genoeg, laat het zo zeggen. En mensen hebben wel eens ooit gehoord, ik ben er voor het eerste wat ik van weet is dat schijnbaar vroeger toen dit op de Nederlandse tv werd uitgezonden en dat deuntje wat je net hebt gehoord werd gespeeld. Ja, in ieder geval dat deuntje, dat mijn broer werd bang van dat deuntje. In ieder geval, hij werd schrikbaar, vond, was helemaal eng, was toen hartstikke jong natuurlijk. En die schrok daarvan, of werd daar helemaal angstig van, en dan moest het direct af. Vond, nou ja, dat is misschien wel te begrijpen, want Doctor Who staat ook bekend om de gebeuren dat het kinderen liep verschuilen achter een bank, dat ze er niet naar durfden kijken, stond het bekend om in Engeland. Nou ja, waar gaat het over? Kort gezegd, het gaat over een buitenaards wezen die door tijd en ruimte reist in een politietelefooncel. Ik weet niet of die nog ooit in Nederland gaat, maar schijnbaar had je vroeger in Engeland in de jaren 60, toen de serie begon, 1963, had je een soort blauwe police telefoonbox waar mensen de politie konden bellen. Mochten ze hulp nodig hebben. Hè? De tijd voor de cellphones, de mobiele telefoons, smartphones. Had je dat? In principe bestaat hij niet meer, maar hij reist in een policebox. Door tijd en ruimte. Met verschillende reisgenoten. En enige wat is, hij kan veel ouder worden. En heeft biologisch ook nog wat verschillend met de mensen. Hij heeft twee. In plaats van één hart heeft hij twee harten. En als hij oud genoeg is en zijn leven erbij ophoudt, gaat hij niet dood. Maar kan hij zijn lichaam, elke cel in zijn lichaam vernieuwen. En dan krijgt hij een ander gezicht en ook een andere persoonlijkheid. Dus dat is denk ik ook de reden waarom het al van de eerste serie van 1963 tot aan 1989 liep en in 2004 nieuw leven is geblazen en weer zijn verder gaan. Inmiddels zijn er iets van 13 acteurs die inmiddels de dokter hebben gespeeld. Allemaal mannen en nu de volgende serie zou het een vrouw zijn die die de personage speelt. Wat trouwens wel heel grappig is, heel veel reacties heeft opgeleverd van mensen die ja, niet vinden dat dat kunt. Maar leuk aan de serie is dat zich continu vernieuwt en continu ook ingestapt kan worden. Stel, je wilt het zien, je stapt bij een nieuwe personage in, want dan begint het eigenlijk weer helemaal opnieuw. Dus het verandert. Nou ja, dat is denk ik een beetje de basis van wat het is. Nou, de eerste keer, het is gewoon een soort rondtrekkende held die op elke planeet of tijd, nou ja, dan komt hij vijanden tegen of problemen gaat hij oplossen, meestal met aliens of mensen die in gevaar zijn en die redt hij dan en dan gaat hij weer weg.
Ja, misschien wel moet ik nog meer vertellen. Ooit begonnen als informatie, weet je. De eerste seizoen ging het heel erg ook door naar een oude tijden in de wereldgeschiedenis. Waarin ook waren geen buitenaards wezens dan in de wereld ging. Op een gegeven moment kwam dat wel. Ging je naar Pompeii en dat werd dan gedaan door aliens. Maar in het begin ging hij gewoon bijvoorbeeld naar Rome toe. En dan was hij niet zozeer een alien. Maar dan werd dus ook een beetje later gezien aan kinderen van, nou ja, zo leeft dat in die tijd. Om geschiedenis een beetje leuk te houden. Was in die tijd blijkbaar vanuit de BBC heel belangrijk. De eerste keer dat ik ernaar heb gekeken. Ik kwam achter deze serie in 2012. Ik heb even teruggelezen. Ik had daar notitieboekjes bij. En blijkbaar is in mei 2012 heb ik voor het eerst opgeschreven dat ik een nieuwe televisieserie had ontdekt. Voor mij dan nieuw, genaamd Doctor Who. Ik vond hem helemaal geweldig. En blijkbaar heb ik vanaf mei, toen waren er van de nieuwe serie, daar ben ik mee begonnen, die in 2005 is gestart. En in eind 2012 zou seizoen 7 begonnen. En toen heb ik in één ruk, zoals dat nu gewoon geweldig kan, alle 6 seizoenen die tot dan toe waren gemaakt, heb ik gekeken. En daar, toen dat helemaal afgelopen was, ook een paar van de oude series in de jaren 60, 70, 80 zijn geweest. Dus toen heb ik mezelf een beetje ondergedompeld in de kanon en het verhaal van Doctor Who. En ja, hoe kan ik uitleggen wat dit voor mij gedaan? Ik weet nog dat in 2013 moest ik ook een nieuwe baan beginnen. Dat vond ik allemaal best wel eng. En toen staat me nog ergens een beeld van bij dat een keer, om mijzelf een beetje te inspireren, om ergens aan te beginnen een scène uit Doctor Who heb gekeken die mij dan naar voren duwde, als het ware. Een soort inspiratiebron is het dus voor mij. Dan heb ik wel meer met verhalen en series die mij dan oppept om aan de slag te gaan. Om de drempel over te stappen. Misschien is het leuk om eventjes een aantal gewoon scènes bij langs te gaan. Dat ik die even beschrijf. Een beetje en vertel wat dat mij heeft gedaan. Of een bepaald soort thema's die mij enorm aanspreken. Nou ja, laat ik mee beginnen. Het is dus een reiziger die met mensen of aliens meeneemt in zijn telefooncel en allerlei avonturen beleeft. En een mooie uitspraak van de man die dus toen Doctor Who weer begon in 2005. Wat die erover zegt, over wat is dat dan voor held? Wat zegt dat? Wat doet dat? En wat hij vindt, waarom het een belangrijk verhaal is, een belangrijke serie om vooral ook kinderen te laten zien. En hij zegt: "The Doctor's message seems to be accept life in all its forms. He doesn't react with horror when he sees a blue tree-headed monster. He reacts with wonder. And I think that's a very important message to send out to children." Dus die, de acteur Christopher Eccleston, zegt: de boodschap van de dokter is: accepteer het leven in al zijn vormen, als verscheidenheid. Als je een blauw, driehoofdig monster tegenkomt, reageert hij niet met angst, maar reageert hij met verwondering. En hij denkt dat dat een heel belangrijke boodschap is om naar kinderen uit te zenden. Dus dat hebben we allemaal wel eens. Als we iets tegenkomen wat we niet kennen, wat we niet erkennen, wat vreemd is, dan is de meestal de eerste neiging angst. Met verandering, met vreemdelingen, met van alles en nog wat dingen die je niet in jouw straatje passen, kan je dus met angst op reageren of met verwondering, met enthousiasme. Dat je denkt van wauw, wat mooi, ik ken het niet, maar ik wil het graag leren kennen. Dus nieuwsgierigheid is ook heel belangrijk. Het is een held die niet dingen oplost met zijn hoofd, met kracht, maar juist door na te denken, door te redeneren, door verder te zien dan de meeste mensen. Hij heeft ook geen wapen bij zich, ja, soms wel, maar wat hij op een gegeven moment wat bij hem hoort is een schroevendraaier. Een sonic screwdriver, dus niet zo'n ding, maar iets anders, maar dus meer een soort futuristisch apparaat.
Dus een soort, zich soms ook weer de conciërge van het heelal genoemd. Die langskomt, dingen helpt, dingen weer meer heel maakt en weer doorgaat. En als je dan ergens ontmoet, is de eerste reactie openheid en verwondering en enthousiasme. Andere zin die daar wel eens bij terugkomt, ook om te laten zien van, nou ja, niet zomaar alles voor face value zien voor wat het is, accepteren, maar altijd verder nadenken, komt ook weer een soort een zin die in een aflevering uit 78, 79 heeft uitgesproken, werd toenmalig de vierde dokter. Je hoeft de tel niet bij te houden, maar dat was Tom Baker. Zijn zin, progress is a very flexible word. It can just mean anything you want it to mean. Zo. Niet alles accepteren, wat je dus niet altijd alleen maar doelloos vooruitstrevende, maar woorden kunnen ook gebruikt worden voor ieder die het wil. Misbruik heeft er ook mee te maken. Nou ja, dan moest ik even, vond ik wel, een beetje bij elkaar passen, het idee. Een andere woord is, nou, het is een helper. Er is een scène uit een zesde seizoen. Is er een klein jongetje die heel erg bang is voor monsters in de kast of monsters onder het bed. Nou ja, de ouders van het jongetje die denken van, nou ja, dat slaat nergens op. Er is niks, er is geen monster in de kast, er is geen monster onder het bed. Alleen in deze serie was dat dus wel zo. En dan is er een uitwisseling, dan is die jongen die is zo bang dat de dokter een berichtje krijgt. De dokter krijgt een bericht en die gaat dan daarnaartoe om de jongen te helpen. En dan is er een uitwisseling tussen de vader en dan de dokter, zegt die. De dokter, I've come a very long way to get here. A very long way, George, het kindje, sent a message, a distress call, if you like. A distress call, if you like. Whatever is in that cupboard is so terrible, so powerful, that it amplified the fears of an ordinary boy across all the barriers of time and space. Antwoord van de vader is, wat bedoel je? Ik snap het niet. En dan gaat de dokter verder. Through crimson stars and silent stars, stumbling nebulas and oceans set on fire. Through empires of glass and civilizations of pure thought. And the whole terrible, wonderful universe of impossibilities. See these eyes? They're old eyes. And one thing I can tell you, monsters are real. Nou. Alles is dus mogelijk. En dit vond ik gewoon een heel mooi beeld van angsten die, die kleine bange jochies die een helpsignaal uitsturen door heel het universum toe. Dat komt dan bij zo'n man aan en vervolgens komt hij om te helpen. En ik denk dat elk bang jochie met te veel fantasie altijd wel weer eens iemand heeft willen hebben die hem zal helpen in zijn angsten. En als het over angst gaat, is ook een dingetje wat thema's veel terugkomen. In de allereerste afleveringen, toen het net was begonnen in 63, is nog twee quotes. Eén van de dokter zelf, die heeft wel eens gezegd, fear makes companions of us all. En door gedeelde angst van mensen samen deel je meer. En dan zie je elkaar ook meer als je accepteert dat die angst er is. En dan gezamenlijk die gedeelde angst trotseert. Een tijdje verder was er ook van iemand karakter die zegt, there is no indignity in being afraid. Dus het is niet erg om bang te zijn om te sterven. No indignity of being afraid to die, but it's a terrible shame in being afraid to live. Je kan, het is niet erg om bang te zijn,
Maar jezelf verstoppen en niet het leven aangaan is een stuk erger. Dus neem de stap. Ga het avontuur van het leven aan. Nog een mooie die hiermee te maken heeft is... Fear loneliness. They're the big ones, Rose. Some of the most terrible acts committed were inspired by them. Ja, angst, eenzaamheid, dat zijn de grote thema's. De grootste en meest verschrikkelijkste daden uit heel het universum, heel de mensheid, alle en meer dan alleen de mensheid, zijn door deze, geïnspireerd door deze gevoelens, angst en eenzaamheid. There are a lot of things you need to get across the universe. Er zijn veel dingen die je nodig hebt om het universum door te komen of op reis te gaan. Als je het even naar onze eigen situatie doet. Dus je hebt heel veel nodig om op reis te gaan. Nou, in dit geval, als je door het universum wil reizen. Warp drive, wormhole, receptors. Van als er nog wat. Stel, je gaat zelf op reis. Je hebt een auto nodig. Je hebt handdoeken nodig. Een tas. Weten waar je heen gaat. Van alles nodig. But the thing you need most of all, you need a hand to hold. Dus als je samen bent. Samen, hand in hand, door het universum, of door de wereld gaan. De mens komt dus uit die serie terug als iemand die contact zoekt, verbinding, om gezamenlijk het avontuur aan te gaan. Nog een ding wat ik een heel mooi beeld vind uit die serie. Hij reist in een... Dus een telefooncel. Een telefooncel, waar ik voor mij niet heb verteld, die groter is aan de binnenkant en aan de buitenkant. Dus je stapt door die telefooncel in en dan gaat een wereld voor je open. Dus onmetelijk groot, zeg maar. Bigger on the inside. Dus op het internet, als je een beetje erop zoekt, is er zo'n zin die ingaat hier. I think inside the box, because it's bigger on the inside. Ik denk in de doos en niet buiten de box. Outside of the box denken. Hè? Verder denken dan je wil, maar daar denk je juist inside the box. Omdat binnen doos onmetelijk universum is. Een soort technologie. Maar op een gegeven moment wordt daar ook over het menselijk hart gepraat. In die serie. Een aflevering is de mens... Altijd zo. Zoveel groter aan de binnenkant. Dus in onszelf zit er ook veel meer dan alleen wat je ziet. Gaat veel meer achter ons gezichtsschuil, achter de oppervlakte. Stille wateren hebben diepe gronden. Ja, ook een heel mooi beeld. Het is altijd groter aan de binnenkant dan dat je denkt aan de buitenkant te zijn. Het zijn een aantal beelden, thema's die mij gewoon heel erg inspireren. Die mij gewoon blij maken. Naast het feit dat het gewoon een enorm leuke serie is om naar te kijken. En die je uitdaagt om verder te denken dan alleen wat je ziet. Alleen het simpele verhaal. Nou ja, nog iets. Een van de mensen die een beetje het heeft geleid. De verhalen heeft geschreven afgelopen jaren voor de serie. Stephen Moffat, die heeft ooit een keer verteld waarom is de dokter zo'n belangrijke held? Wat maakt hem speciaal? Nee, hij heeft een aantal dingen opgenoemd. Er komen een aantal dingen terug die ik wel heb genoemd. En dit zijn zijn woorden. When they made this particular hero, they didn't give him a gun. They gave him a screwdriver to fix things. Dus toen deze held werd gemaakt, gaven ze hem geen geweer om aan te vallen, maar ze gaven hem een schroevendrijver om dingen te maken. They didn't give him a tank or a warship or an X-wing fighter. They gave him a call box from which you can call for help. En ze gaven hem geen tank of oorlogsschip of een X-wing straaljager fighter. Luke Skywalker's schip, mocht je dat willen weten. Maar ze gaven hem een telefooncel van waaruit je kan bellen voor hulp. And they didn't give him a superpower or pointy ears of a heat ray. They gave him an extra heart.
En ze gaven hem geen superkracht met of puntige oren of een hittestraal die uit zijn ogen kwam, maar ze gaven hem een extra hart. They gave him two hearts. And that's an extraordinary thing. Ze gaven hem twee harten. En dat is een buitengewoon ding. There will never come a time when we don't need a hero like the Doctor. Er komt nooit een tijd wanneer we nooit een held zullen nodig hebben als de Doctor. Ja. Het is altijd in die serie net wat anders dan je gewend bent. En een mooi ding als je wat de karakter de Doctor zelf doet. Wat hem zelf motiveert. Is op weg gaan. De verveling uitgaan. En als we avonturen beleven. En uiteindelijk, er is één zo'n scène. Dat speelt vlak voordat einde van een seizoen. Sorry, je hoort even mijn kat op de achtergrond. En die rent nu weg. Dat gebeurt soms. En die... Vlak voordat hij de strijd aangaat, maakt hij nog wel mee, bezoekt hij een vriend en die helpt hij met zijn klein kindje. Het is aflevering Closing Time, seizoen 6. Hele leuke aflevering, mocht je die willen zien. En op het moment dat hij weggaat, staat hij voor zijn wagen, zijn telefoonbox. En die zegt van, nou ja, daar gaan we dan weer. Nog één laatste ritje. En dan zijn er een paar kinderen buiten aan het spelen. Keert hij zich naartoe. Lange donkere jas aan en cowboyhoed om. En dan zegt hij de woorden: I'm the doctor and I was here to help. And you are very, very welcome. Helpen, anderen helpen. Mooie dingen beleven. En altijd open zijn voor alles wat er is. Buiten je eigen comfortzone. Stappen. En connecties maken. Angsten trotseren. Zomaar wat thema's die mij inspireren in die serie. In dit kompasverhaal. Nou, dankjewel voor het luisteren hierna. En mocht je reacties hebben. Mocht je zelf ook ideeën hebben bij een verhaal dat mooi is. Waar we het over kunnen hebben. Laat dat dan weten. Heb je zelf ook ervaringen met Doctor Who, dat je dat een mooie serie vindt? Of jouw eigen ervaringen met hoe je daar tegenaan kijkt? Reacties ook van harte welkom. Mocht je dit willen delen, heel graag. Mijn naam is Juri en Kompasverhalen. Dit was de eerste aflevering.